deze video wil ik met jullie wat dieper ingaan op de groeifactoren. Dat wil ik wat verder uit gaan leggen. Je stond in het midden, we weten het nog, links hebben we de talenten die je van oorsprong hebt. Dit zijn de factoren die jouw groei stimuleren en hier de levels waarin je dan kunt functioneren. We hadden drie ontwikkelingsfactoren. De biologische factoren, sociale factoren en autonome groeifactoren. Hier zie je een blaasballig en dat is voor mij wat symboliseert wat het aanjaagt. Hè? Het jaagt het vuur van je ontwikkeling aan. Wat zien we nou hier? Die biologische factoren, wat wil dat nou zeggen? Jouw primaire focus is op jezelf verder helpen en overleven. Mensen die enkel vanuit deze factor leven, zijn mensen met psychopathische trekken bijvoorbeeld. Zijn mensen die echt puur alleen echt op zichzelf gericht zijn. Volgens Dabrowski geeft hij aan, dan dat zijn inderdaad psychopathische mensen. Wat zie je nou? Mensen die die tweede groeifactor ook een rol spelen, is dat de sociale invloed een rol speelt. Je normen, die beperken eigenlijk je individuele expressie en je creativiteit. Het wordt niet helemaal geaccepteerd om jezelf te zijn als jezelf zijn anders is dan de norm van de groep bijvoorbeeld. En je gedrag wordt bepaald door sociale druk en sociale steun. Ja, op het moment dat je merkt dat bepaald gedrag sociale steun oplevert, dan zul je dat gedrag meer laten zien. En ervaar je sociale druk, zul je daar je gedrag weer op aan gaan passen. En wat je ziet is dat in level 1 en in level 2 mensen deze twee factoren een grote rol spelen bij je ontwikkeling. Die derde factor, die autonome groei, autonomie. Wat wil autonomie zeggen? Zelfbeschikking van een individu zonder overheersing door een andere entiteit. Dus je beschikt zelf over jezelf. Voorwaarde voor autonomie is erkennen dat persoonlijke mogelijkheden begrensd zijn en dat de omgeving grenzen stelt. Wie binnen die grenzen het eigen leven vorm kan geven is autonoom. Autonoom is dus niet hetzelfde als ik maak zelf alles uit. Daar zit een groot verschil in. Wat je ziet is met kinderen die bijvoorbeeld een sterke wil hebben, die hebben die sterke autonome drang in zich zitten, is dat dit iets is wat ze nog moeten leren. Ja, dat je op het moment dat je autonoom bent, dat betekent dat er wel dat je binnen die grenzen bent. In deze tijd, waarin deze video opgenomen wordt, speelt het de coronatijd. Nou, dan zie je natuurlijk dat dit ook iets is wat heel erg lastig is. Onze autonomie wordt een beetje wordt aangetornd door het virus en door maatregelen en dergelijke allemaal. Dus ineens, waar wij in leven, ik nog nooit in mijn leven die overheersing van een andere entiteit bijvoorbeeld gemerkt heb, voel je dat nu wel een beetje, dat wringt. En hoe vorm je dan weer je eigen leven binnen die gestelde grenzen? Die derde factor, die autonome groei, die coördineert het persoonlijk ontwikkelproces. Die komt tot stand doordat je meerdere keren die positieve desintegratie, dat proces doorlopen bent. Hè? Je hebt het vaker geprobeerd. Je probeert nog een keer aan te passen. Je probeert nog een keer aan te passen. En je probeert nog een keer aan te passen. En dat zijn mensen die misschien wel 2, 3, 4 tot 7 burn-outs doorlopen. En iedere keer dezelfde stap maken. En weer terug in dat proces gaan. En weer teruggaan naar aanpassen. En proberen te voldoen aan de verwachtingen die ze hebben, die anderen van hun hebben. En dan zie je dat stagneert. Dan stagneert die groei daarin. Pas zichtbaar op niveau 3. Pas in niveau 3 begint die autonome groei een rol te spelen. En er werkt factor 1 en 2 tegen. Want ja, als jouw E anders is dan de W van jouw omgeving, dan kan dat wrijving geven. En hoe doe je dat? Hoe maak je je los van het idee dat je moet voldoen aan wat anderen van jou vinden? Je hebt een sterke drang naar autonome groei. Je wil jezelf zijn. Je wil dat. Maar het is zo lastig op het moment dat je dat tot gevolg kan hebben. Dat de ander je misschien wel gaat afwijzen. Je maakt je los van een automatisch, bazaal, gesocialiseerd beeld van het leven. Dit is hoe jij hoort te zijn in deze maatschappij. En misschien wil ik wel iets heel anders. Oké, als dat kan. Nou, hoe doe ik dat dan? Nou, dat heeft allemaal te maken met deze derde factor. Die gaat dan een rol spelen. Authenticiteit is iets wat dan dus meer en meer gevormd wordt. Authenticiteit is de mate waarin je trouw bent aan je eigen persoonlijkheid, geest of karakter, ondanks externe impulsen. Ben jij wie je thuis in je eigen setting bent, bijvoorbeeld ook buitenshuis? Ben je jezelf? Authenticiteit is iets wat kinderen die gevoelig zijn, heel snel aanvoelen. En dat kan ook wel eens heel erg lastig zijn. Op het moment dat je bijvoorbeeld als kind een leerkracht voor de klas hebt staan die niet authentiek is. En dat kan bijvoorbeeld zijn een leerkracht die wat onzeker is,
net begonnen is bijvoorbeeld, of iemand die net op een nieuwe school is en die is wat onzeker, maar die wil dat niet laten merken. En die doet dus, die speelt een rol. Ja, die speelt misschien wel de jufrol of de perfecte jufrol of iets wat diegene in het hoofd heeft. Deze kinderen hebben daar heel veel last van. Zij voelen haarfijn aan dat het niet authentiek is. En dat maakt het voor hun heel snel onveilig. Kinderen met een sterk gevoelo, die zullen dit heel erg lastig vinden wanneer je die authenticiteit niet ziet bij de ander en niet voelt. Ik heb het Tessa Kieboom ooit in een lezing horen vertellen dat zij een meisje had wat tegen haar zei dat mijn juf haar ogen zeggen iets anders dan haar buik. Omdat ze dat dus gewoon kon aanvoelen. Wat kan nou een hele grote rem zijn op die derde factor? Nou, die kan ik uit eigen ervaring ook heel makkelijk onderbouwen. Dat is rejection sensitivity. In het Nederlands afwijzingssensitiviteit. Op het moment dat jij een sterke emotioneel talent hebt, dagelijks talent hebt, dan kan het zijn dat je dit ontwikkelt in een setting waarin je je niet veilig gevoeld hebt, niet prettig gevoeld hebt, niet erkend gevoeld hebt, kan het zijn dat je een afwijzingssensitiviteit ontwikkelt. En wat wil dat nou zeggen? Op het moment dat jij een emotioneel talent hebt, dan heb jij sterke voelsprieten om goed te kunnen voelen van oké, wat voel ik hier nu bij? Wat vind ik hiervan? Wat ervaar ik? Wat voel ik? Op het moment dat je die afwijzingssensitiviteit ontwikkelt, gaan die voelsprieten de andere kant op staan. En wordt jouw standaard manier van kijken, wat vindt die ander van mij? En daarbij moet je ook nog eens uitgaan van jouw idee van wat je denkt dat die ander van jou vindt. Dus wat ga je doen? Je gaat goed opletten. Je hebt natuurlijk dat hooggevoelige stuk waardoor je sterk op details kunt inzoomen. Alleen dit zorgt ervoor dat jij een gekleurd beeld vormt van die details. Je interpreteert ze anders. Nou, wat zie je hier? Hier zie je boven het plaatje is van Saskia Kluijsen van Anahata Coaching. Die een hele persoonlijkheid eigenlijk op het gebied voor mij van hoogsensitiviteit en zeker hoogsensitieve sensatiezoekers. Ik heb bij haar ook een coachingsessie mogen doen. En ik heb daar heel veel aan gehad en daarin speelde deze afwijzingssensitiviteit ook een grote rol voor mij. Nou, wat zie je daar? Hier zie je alles wat binnenkomt in jouw hoofd. Op basis van de sensorische informatie die jouw brein krijgt, maakt hij een voorspelling. Dat doet hij automatisch. En hierbij voorspelt hij angst. Want wat jij ziet, voorspelt angst voor afwijzing. Dat wil je niet. Die angst wil je voorkomen. Dus wat ga je dan doen? Je gaat je aanpassen. En dat aanpassen is eigenlijk vrij breed. Want het pleasen verwachten mensen vaak wel. Hè? Dat je gaat pleasen en vormen naar de ander. Maar het kan ook het vermijden zijn. Oké, ik trek me terug. Bij die blijf ik gewoon uit de buurt. Dat doe ik niet meer. Misschien wel groter. Ik heb jaren gehad dat ik het heel erg lastig vond om met groepen om te gaan. Dat ik dacht van, nou weet je, dat kan ik gewoon niet. Ik ga gewoon thuis werken. En ik vermijd dat gewoon. En daarmee was ook in één keer die angst weg. Alleen hielp het natuurlijk niet in mijn groei. Je gaat heel sterk presteren. Sterk, zie je wel. Nee hoor, dat kan ik allemaal wel. Perfectionistisch. Als ik het nou maar helemaal precies goed doe, dan is het allemaal wel goed. Controle, nou, alles onder controle willen houden. En mopperen en oordelen. Hey, als ik nou gewoon vind dat diegene niet deugt, waarvan ik denk dat hij mij gaat afwijzen, dan ben ik daar in ieder geval vanaf. Want ja, iemand die niet deugt, hoef ik in ieder geval niet serieus te nemen als hij mij afwijst. Nou, wat zie je? Dat op een gegeven moment niet meer werkt. Dit is iets wat je de hele tijd aan het doen bent. En soms moet dat nog iets steviger. En dan zie je frustratie, boosheid, teleurstelling, jaloezie. Wat soms lastig kan zijn, is voor degene die dit getriggerd heeft bij jou, dat dit proces totaal niet zichtbaar is aan de buitenkant. En die ineens een boze vriendin of een boze werknemer of wat dan ook voor zich ziet. Of teleurgesteld of jaloers. En die echt geen idee waar jij het over hebt, omdat je dit heel die tijd hebt laten zien. En dus niet authentiek geweest bent ook over wat jij voelde. Niet open geweest bent daarover. Nou, dat leidt heel vaak tot in ieder geval of innerlijke afkeuring, maar ook externe afkeuring. Dat die ander zegt van, ja, wat ben jij nou aan het doen? Wat is nou aan de hand? Dat leidt weer tot schuld en schaamte en ongemak. En dat versterkt je afwijzingssensitiviteit. Waardoor dat je dit nog wat sterker gaat ontwikkelen. En zo zie je dat je dit kan voelen als een gevangenis. Voor mij persoonlijk heb ik dit ervaren op mijn werk. En toen heb ik het daarna weer vertaald naar mijn privéleven. Omdat ik dan dat gevoel wat je dan uiteindelijk hebt verplaatste ik. En dat ging ik vullen door bijvoorbeeld heel erg te gaan pleasen op een ander gebied. En dan kreeg ik daar in ieder geval bevestiging. Maar uiteindelijk deed het niks aan het gevoel. En pas op het moment dat ik echt los durfde te laten van oké, weet je, dit is wie ik ben. Als dat
niet is wat die ander fijn vindt, dan is dat zo. Ik kan daar niks aan doen. Dit is in ieder geval wie ik ben en ik wil gewoon mezelf zijn. Dat was het moment waarop bij mij pas eigenlijk die derde factor goed tot ontwikkeling kon komen. En dat heeft voor mij heel erg belemmerend gewerkt, waardoor je iedere keer teruggaat. Want die socialisatiefactor, op het moment dat je een afwijzingssensitiviteit hebt, blijf je hier eigenlijk in gevangen. En ook al zit dit in je en zit dit allemaal in je, word je toch iedere keer teruggeworpen naar boven. En kan het een ontzettende bevrijding zijn wanneer dat je voelt van, hé, je gaat hier eigenlijk spontaan van pijn naar groei. Zo kan het ook voelen. En dan is het heel anders. Dat stemmetje is er nog wel. Dat kan nog wel eens naar voren komen. Maar ik weet dat het die afwijzingssensitiviteit is, waardoor dat je daar niet zo'n last van ervaart. Dit was wat ik wilde vertellen aan jullie over het stuk van de groeifactoren. Ik zou zeggen, duik in de lessen en we spreken elkaar met de Q&A vast nog over deze factoren. Dankjewel.